Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal Sheralfa. Vergeet niet te abonneren en te liken. Dit filmpje gaat over mijn vluchtkoffer, ofwel vluchttas. Ik ben vandaag 37 weken en 2 dagen zwanger van mijn eerste kindje. En ik wil in het ziekenhuis bevallen, het liefst een badbevalling. En ik ga jullie laten zien wat ik allemaal ga meenemen in mijn vluchtkoffer. Dit gaat hem worden. Ik hoop dat hij groot genoeg is. En ik heb een checklist aangehouden. Deze kan je gewoon downloaden van het internet. Ze komen allemaal op hetzelfde neer. Het is handig en dan heb je gewoon een idee wat je voor jezelf moet meenemen. Voor je partner en voor de kleine. Dus ik ga dat even overlopen. Ik heb alles al bij elkaar verzameld. De noodzakelijke dingen heb ik zeker al bij elkaar gedaan. De alledaagse dingen ook. Zoals een tandpasta, tandenborstel, slippers. Die gebruik ik gewoon nog. Maar voor het filmpje, voor de vorm, laat ik die ook even zien. Oké, dan begin ik bij mezelf. Heb ik een handdoek mee? Waarschijnlijk hebben ze die daar ook, maar het is toch fijn om een eigen handdoek te hebben. Een grote. Een voetenmat. Want ik vind het niet zo fijn om natte voeten te hebben, dus dan kan je die altijd droog maken. Ik heb kraamverband, dat zullen ze daar ook wel hebben. Maar you never know, dit is zo'n matje. Deze wil ik, mochten mijn vliezen breken, dan kan ik deze in de auto op de passagiersstoel leggen, zodat de stoel natuurlijk niet nat wordt. Van die netbroekjes in het zwart en in het wit. En wat ik ook een paar keren voorbij zag komen, omdat je daaronder gaat het natuurlijk erg gevoelig worden. Dat je zo'n peri bottle hebt. Je doet er gewoon wat lauw water in en dan kan je van onder een beetje sprayen. Voor verkoeling of dat het minder gevoelig gaat zijn. En een olie die je voor je perineum, dat is dus tussen je vagina en je anus, kan smeren. Vanaf 34 weken wordt dat eigenlijk aangeraden om dat zo elke dag zo'n beetje aan te brengen. Om scheuring te voorkomen. Of je het echt kan voorkomen, weet ik niet. Maar dan kan dat misschien helpen tegen de pijn. Wat natuurlijk ook belangrijk is om muntgeld mee te nemen. Stel je kan niet lopen en je hebt een rolstoel nodig. Dat je toch wat muntgeld bij de hand hebt om dat te kunnen gebruiken. Natuurlijk je zwangerschapsboekje. Ik woon in België, dus ik weet niet precies hoe het in Nederland is, maar er wordt dan aangeraden om een zwangerschapsboekje mee te nemen waar al je belangrijke updates, zwangerschapsupdates in staan. Van de gynaecoloog, verloskundige. Dat is eigenlijk een wisselboekje waar ze alles bijhouden over de zwangerschap. Dus die moet zeker mee. In ieder geval deze banden om je contracties te monitoren. En het hartje van het kind. Dus deze is ook heel erg belangrijk om mee te nemen. Ik denk bij binnenkomst word je naar de verloskamer gebracht. En dan is het belangrijk dat je ook je geboorteplan, als je die hebt, af te geven aan iemand die daar in dienst is en die kan zich dan inlezen over jouw wensen. Tuurlijk, het kan altijd anders lopen, maar het is toch wel goed om de punten die je belangrijk vindt of ter voorbereiding, dat zij weten hoe je ergens in staat, ook in verband met pijnmedicatie of niet. Hoe je wilt dat de bevalling verloopt, wil je een epidurale, dus een ruggenprik of niet, wil je dat er mensen aanwezig zijn, wil dat je een stagiaire is, enzovoort, enzovoort. Dus dat heb ik dus allemaal hier in mijn geboorteplannen, geboortewens, heb ik opgenomen.
Dus dan heb je toch in zekere zin inspraak in hoe je bevalling dient te verlopen. En dan zijn zij ook op de hoogte. Dus dat is belangrijk om mee te nemen. Wat heb ik nog meer? Ik heb een mini-ventilator. Het is hartje zomer. Dus ik denk dat dit wel goed van pas kan komen. Of een waaier. Hè, om even voor verkoeling te zorgen. Ik heb gewoon wat basis make-up producten hierin. Ik heb een labello, want van het puffen krijg je een droge mond, droge lippen. Dus ik denk dat het ook wel fijn is om even je lippen een beetje te hydrateren. Een beetje vettig te houden. Gezichtsdoekjes. Toiletdoekjes. Om dat toch even te reinigen, de toiletten, want het is een openbare toilet, dus billendoekjes voor jezelf, dus mocht je grote boodschappen hebben gedaan of iets, is het altijd ook fijn om, om het van achter een beetje te reinigen, met iets vochtigs. Haarelastiekjes, you never know, extra, deo, tandenborstel, tandpasta. In België verwachten ze dat je 3 dagen in het ziekenhuis verblijft bij een normale bevalling. En bij een keizersnede 5 dagen. Dus ja, het is wel belangrijk dat je genoeg spullen mee hebt. Ik ga er gewoon vanuit dat alles gewoon normaal verloopt. Dus ik heb voor 3 dagen ingepakt. Ik heb een badmuts, zodat mijn haar niet nat wordt. Een extra tas om je vuile kleding in te doen. Douchegel natuurlijk. Washandjes voor mezelf. Ik wil ook borstvoeding geven. Dus mocht het niet zo soepel verlopen, mijn borstvoeding, de melk traag op gang komen, heb ik ook supplementen om het te stimuleren. Dus borstvoedingskruiden. Ik heb oma onderbroeken van de Zeeman. Deze worden ook aangeraden. Ik heb daar 3 stuks van. Ik heb van die topjes, borstvoedingstopjes. Die kan je er makkelijk afklikken. Plap. En dan kan je hem zo makkelijk bij je borst. Je borst eruit. Hier heb ik 4 van mee. Ja. Deze heb ik trouwens besteld bij Shein. Ook bij Shein besteld. 2 van die bevaljurken. Eentje ga je waarschijnlijk ook daar krijgen die vies mag worden. Een badkamerjas. Gewoon lekker dun. Voor als ik het een beetje koud mag krijgen. Wordt ook aangeraden om dikke sokken mee te nemen. Ik heb een aantal van die dikke sokken mee. Als ik koude voeten krijg. Dit is ook zo'n borstvoedingstruitje. En nog zo'n topje. Ik heb het heel basic gehouden, want ik verwacht niet, ik verwacht geen bezoek. Ik ben daar ook niet om mooi te wezen. Een grote, ja, een soort van t-shirt met een broekje. En ik moet nog 1 setje uitkiezen. Om mee te nemen. Iets gemakkelijks, iets wat los zit. Niet te veel knelt. In ieder geval geen jeans, gewoon loszittende kleding. Omdat je lichaam krijgt wel wat te verduren. Dus je wilt, het laatste wat je wilt is iets straks aan je lichaam hebben. Ik heb van die borstcompressen. Tegen het lekken. Zwart en wit. Tepelcremmetje. Ik heb heel veel sampletjes mee. Die ik uit zwangerschapsboxen heb gehaald. Het is ook zo'n testertje van Weleda. Dat is zo'n cremmetje om je buik te masseren. Zwangerschapsolie. Linoleumcreme, dat is ook voor de tepel. Dat is ook zo'n testertje.
extra tissue. Wat ze ook aanraden, een schriftje en een pen. Om toch bepaalde dingen te noteren. Want waarschijnlijk ga je heel veel vergeten van de bevalling. Maar dan is het misschien leuk om dingen te noteren, notities te maken, zodat je dat later terug kan zien. Wat ook wel belangrijk is, zijn snacks. Die moet ik nog kopen. Repen, iets waar gewoon snelle koolhydraten in zitten. Omdat je die energie wel nodig gaat hebben. De suikers, de druivensuiker. Misschien ook noedels. Aquarius, AA. Chocoladerepen, dus dat ga ik nog aanschaffen. We hebben mijn spullen behandeld. Nu ga ik laten zien wat ik voor de kleine ga meenemen. Ik heb allereerst een kortring. Dus deze wil ik in plaats van de navelklem wil ik gebruiken voor zijn navelstreng. Omdat dit gebruiksvriendelijker is, milieuvriendelijker. Zorgt ook voor minder irritaties en het is ook veel flexibeler en praktischer in gebruik dan een navelklem. Ook handiger tijdens het verschonen, dan zit het niet in de weg. Dus deze heb ik zelf besteld, is maar ik denk 3-4 euro of zo. Dus denk erover na. Voor de zekerheid van die newborn pampers zullen we dat ook wel hebben, maar you never know. Water wipes. Voor zijn eerste badje heb ik badolie. Het zijn ook allemaal sampletjes. Dus een kammetje en een borstel. Ik denk dat hij heel veel haar gaat hebben. Dus dan kan ik daar ook meteen gebruik van maken. Shower gel en lichaamscreme. De white noise machine. Is heel handig voor als je kleine bijvoorbeeld heel slecht slaapt. Of om tot rust te komen, heeft hij verschillende geluiden. Geluiden die, die hij bijvoorbeeld in je baarmoeder hoorde. En die zijn dan nagebootst. Wat heb je nog meer? Tropische geluiden. Geluiden van een waterval, van hartkloppingen. En je hebt ook verschillende lichtjes die er vanaf komen. Je kan het ook aansluiten, zo'n bluetooth aansluiting. Voor je telefoon. Dus je kan hem ook gebruiken als een speaker. Dus je kan ook je eigen muzieklist, je playlist erop afspelen. Dus het heeft meerdere functies. Dus ik denk dat het ook goed van pas gaat komen daar. Ik heb wat spuugdoekjes, washandjes. Ik wil ook een speentje meenemen. En een babyflesje. Maar die moet ik nog steriliseren. En aan het speentje wil ik dan dit mini knuffeltje van een maan daaraan vast doen. En ook nog een speenkoord. Deze. Papa en zijn toverknuffels voor Kamali. Deze heb ik speciaal laten maken. Gepersonaliseerd bij Wonder Blij. En je kan verschillende verhalen personaliseren, ook voor mama, voor oma. Voor als hij naar school gaat of zij naar school gaat. Super leuke verhalen en illustraties. En ik denk dat papa dat heel erg leuk vindt om dat dan voor te lezen. Dan komen we nu bij zijn kleertjes. Ik heb 4 setjes ingepakt. Ik begin met de kleinste maat, maat 50, voor als hij klein op de wereld komt. Ik verwacht het niet, omdat hij nu al ruim 3 kilo weegt. Maar you never know. Dus ik heb het allemaal verpakt in van die Ziploc zakjes van IKEA. Super makkelijk en overzichtelijk. Dan hoef je dat op dat moment niet bij elkaar te gaan zoeken. En ook voor ziekenhuispersoneel, partner, is het dan ook overzichtelijk wat hij of zij aan moet trekken. Dus mocht maat 50 een beetje aan de kleine kant zitten, dan hebben we voor dag 1 maat 56. En ieder pakketje bestaat uit een rompertje, kan korte mouw zijn, lange mouw, sokjes en van die krappe wandjes en een mutsje.
En een boxpakje voor als hij gaat slapen. Voor dag 2 heb ik 2 opties, ook in maat 56. Dus dan kan er gekeken worden wat je voorkeur is voor dat moment. Dag 3 is outfitje om naar huis te gaan. Daar heb ik deze bruine met sokjes, mutsje. En dit is ook in maat 56. Dat is eigenlijk alles. En dan moet ik dat nu gewoon even indelen in de koffer. En dan ben ik ready to go, mocht het zover zijn. Het moment zich aandienen dat ik die koffer altijd in de auto heb. En met alles erin. En hoef ik daar niet meer over na te denken. Natuurlijk ook belangrijk zijn je documenten. Dus je identiteitskaart. Je zwangerschapsboekje wat ik... Dus dan deze zwangerschapsboekje. Trouwboekje als dat nodig is. Documenten van de verzekeringsmaatschappij. Een geboorteplan. En voor je partner. Deodorant, losse kleding. Eventueel badjas. Eventueel handdoek, washandjes. Een boek, laptop, tijdschrift. Tablet. Snacks en drankjes. En natuurlijk vergeet je eigen telefoon niet of camera als je dingen wilt vastleggen. Neem je oplader mee, neem een extra geheugenkaartje mee. Neem spelletjes mee, dat heb ik trouwens ook. We zijn dol op Uno, dus toch om de tijd te doden kunnen we kaarten. Bij vertrek neem je maxi cozy mee, je autostoeltje. Want zonder je autostoeltje mag je kind niet meenemen. Dus zorg dat je die al hebt geïnstalleerd in de auto. Dat je weet hoe die werkt. En dat je een dekentje of een hydrofiele doek meeneemt om je kindje erin te bedekken. En in België heb je 15 dagen de tijd om je kindje aan te geven bij de gemeente waar het kindje geboren is. Dus bijvoorbeeld bij mij... ik ga bevallen in het ziekenhuis van Lier. Dus ik moet mijn kindje aangeven in Lier, bij de gemeente in Lier. Dus daar heb ik ruim 2 weken de tijd voor. Dus dat is wel fijn. In Nederland is dat volgens mij 3 dagen. Dus dat is wel snel. Mochten er nog vragen zijn of iets, laat het weten in de comment section. Vergeet niet om dit filmpje... te liken, vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van alle mommy updates. En ja, ik zal nog even mijn belly laten zien. Nou, dit is hem. Hij is aardig groot. Mijn navel steekt ook enorm uit. Dus ik verwacht... dat hij tussen 3 en 7 augustus geboren gaat worden. We zitten nu op 18 juli. Dus ik heb nog wel 3 weken. Dus ik hoop dat hij nog lekker warm blijft zitten. En anders is hij welkom om in ontvangst te worden genomen. We kunnen in ieder geval niet wachten om te ontmoeten. En we zijn helemaal klaar voor. Alles is geïnstalleerd. Dus... tot het volgende filmpje. Doei!